Dan samen. Kijk eens even, daar is hij dan. Ziet er nog goed uit. Ja, hier. Zie je er goed uit? Ja, nee, jij ziet er goed uit. Ik zie er nog goed uit. En jij dan? Ja, probeer het beste te doen. Probeer het beste te doen. Ik ken hem toch nog wel, jongen, zei Jean-Marie Pfaff. Jongen. Hey, de legendarische keeper. In België. En Jean-Marie, ik wil het met jou alleen maar hebben over Nederland en België, zeg het maar. Ja, ik vind, maar wij komen elkaar natuurlijk tegen bij de EK. Maar dat is geen probleem, dat is plezant natuurlijk. Dat is leuk, omdat Nederland is weer aan het komen zoals vroeger. Als ze blijven gedisciplineerd spelen en professioneel spelen. Ja. België is een ja, die hebben ook niet stilgezeten. Nee. We zullen een schone wedstrijd kunnen zien. En, zullen we zien dat de beste mag winnen. Hè? Ja, dat begrijp ik. Maar nou even, wie gaat er winnen? Oh, ik denk persoonlijk op deze moment, ik denk dat België veel sterker is als Nederland. Oh, België is sterker? Ja, ik vind het persoonlijk wel. Jij zegt dat België beter is dan Nederland. Ja, momenteel wel. Dan moet je. Nou, leg even uit dan. Wie zijn er beter dan? Maar ik vind het zo goed dat jullie. Noemen ze een paar spelers die beter zijn? Nee, het gaat niet om de spelers, het gaat niet om individuele. Het gaat om het elftal. Het elftal van Nederland moet alleen nog vertrouwen krijgen van het publiek. Als dat er is... Die zijn ook niet dom geweest, het publiek. Vroeger was dat allemaal hup, Holland hup. Ja. En dan moest je nog niet goed spelen, maar dat waren ze allemaal. Ja. En, nu niet meer. Nu zijn ze beginnen terug te komen. En ik vind wel persoonlijk, en ik gun het ook Nederland. Ze hebben een goede trainer en allemaal. De organisatie klopt terug, begint terug goed te kloppen. Ja. En ik denk ook persoonlijk, wat verloren gegaan is, kan altijd terugkomen. België is beter, zeg jij, dan Nederland. Nou, oké. Hoeveel wordt het dan? België-Nederland, op de EK. Wij komen tegen elkaar. 0-0. Een mafketel, hè? Ja, nee, ik ben geen mafketel, ik ben geen mafketel. Ik weet wat ik zeg. Ik denk persoonlijk dat een derby altijd het moeilijk is om winst te maken. Goed. En wie dan eerst scoort, kan dikwijls winnen. Nou, dan wordt het 0-0. Dus dan wordt België dus Europees kampioen. Ik denk dat België en Nederland één geheel is. En dan moeten we voor elkaar enorm veel respect hebben. Ja, alleen, dat begrijp alleen ik. Iedereen wil winnen. Ja. Laten we daarbij blijven. De laatste jaren hebben we toch getoond dat we gevorderd zijn in de top. We zijn nummer 1 van de wereld. En dan mag je ook allemaal niet zomaar voorbij lopen. Nee. Daarmee zeg ik ook, wij zijn momenteel beter. Maar het moet altijd nog bewezen worden op lange termijn. Nummer 1 worden is ook gemakkelijk. Maar de nummer 1 blijven. Is niet zo gemakkelijk. Wie wordt er dan Europees kampioen? Nou, daar gaat hij. België. België? Hij was zodra willen dat ik zeg tegen die. Ja, hè? Natuurlijk. België. België. België wordt Europees en kampioen. En Nederland. En Nederland 2. Nou, maar ja, dat is, Nederland blijft niet verliezen hoor. Goed, oké. Nou, België Europees kampioen. Alvast gefeliciteerd. Dankjewel. Alvast gefeliciteerd. Dankjewel. Ja.